Liv, je hebt net voor ons gezongen. Je zong een prachtig nummer over hoe je je verloren kunt voelen. En ook dat is een gevoel wat in deze decembermaand wel eens voorkomt. Ja. Wat was voor jou de inspiratie om dit nummer te schrijven? Oh, een hele mooie vraag. Ook leuk dat je het zeg maar zo hebt op kunnen pakken. Want niet iedereen ziet meteen die betekenis. Nou, 3 jaar geleden alweer verhuisde ik van Amsterdam naar Arnhem. Dat is best wel een verschil. En, dat is bijna emigreren, hè? Ja, zo voelde het wel, ja. En daarom zeg ik ook, I can't even find my home. Omdat dat was het letterlijk. Ik had niks en ik kende niks. En ik vond dat vreselijk, want ik moet me ergens op mijn gemak voelen. En dat kan ik ook altijd heel goed daarvoor zorgen. Ik heb binnen no time vrienden. Maar daar lukte dat niet. Dus ik snapte het ook gewoon niet. En dat was voor mij zo lastig. Dus toen had ik dat nummer geschreven. Maar nu een jaar later, twee jaar later nu, toen dacht ik van ja, de betekenis klopt ergens nog steeds. Omdat ik toen in een periode was nadat ik mijn examens had gehaald. En ik had eigenlijk al een school daar waar ik naartoe zou gaan in Amsterdam. Maar toen begon ik net met mijn muziek. En je zag net al op de achtergrond de release show. Ik had het helemaal zelf georganiseerd en ik had mijn eigen nummer kwam uit. En ik dacht ja, maar ik wil nu niks meer veranderen. Ik wil niet... nu naar Amsterdam, want dan gaat alles weer anders zijn en ik voel me nu goed bij hoe ik nu ben. Dus toen kwam opnieuw dat gevoel van, ik weet niet wat ik moet en ik weet niet wat mensen van me willen. En iedereen verwacht van je dat je naar school gaat, dus waarom jij niet? En toen heb ik het nummer opnieuw geschreven om en mijn groei te kunnen laten zien voor mezelf, maar ook zodat ik het beter kon verwoorden. En ja, dat is voor mijn gevoel wel echt heel goed gelukt. En je hebt er toen ook voor gekozen om met muziek verder te gaan. Ja. Nou ja, het voelde niet echt als een keuze. Het voelde gewoon alsof ik dat gewoon moest doen. Het voelde eerder als een keuze om naar school te gaan. En die heb ik gewoon besloten. Heb ik gewoon besloten om dat niet te doen. En dat voelt tot nu toe, ben ik nog steeds gelukkig met dat ik gewoon alle tijd heb om mezelf te ontwikkelen. En daarnaast zou ik nu ook geen tijd hebben om naar school te gaan. Want je bent heel druk met niet alleen met optredens, hè? Ja. Daarnaast ben je ook iets anders begonnen. Wat is dat precies? Ja, zoals jij al eerder mooi aankondigde, komt er een educatief programma aan. Tenminste, dat staat al klaar. Alleen is het nu, dit is een mooie aankondiging. Want nu pas gaat het echt van start. Houdt in, het programma zelf gaat over tegenstellingen, vooroordelen... waar mensen tegenaan kunnen lopen en wat bespreekbaar gemaakt mag worden, vind ik. Gewoon dat je kan begrijpen dat een ander anders is, maar wel het mooie daarvan in kunnen zien. Dat eigenlijk. En kwam dat dan ook door jouw eigen ervaring, waarbij je ineens met hele andere mensen werd geconfronteerd toen je uit het grote Amsterdam kwam? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Daar heb ik zelf nooit echt zo over nagedacht. Maar ik denk omdat ik inderdaad zo erg merkte van, ik kwam daar als een beetje een soort van een hipstertje. En iedereen daar had gewoon eigenlijk een standaard outfit van de Zara. Handtasje, spijkerbroekje, truitje. En ik kwam daar met mijn crop top, oversized broek, joggingsbroek. En ik dacht echt van, maar ik pas hier. Ik voelde me voor het eerst niet ergens bij horen. Terwijl ik dat altijd, ik had wel eens eerder dat niet gehad. Maar echt op een manier waar ik dacht van, maar nu was ik toch juist wel leuk. Maar nu voel ik me, het is heel gek. Dus ook toen had ik gewoon gewild dat mensen echt een gesprek met me aangingen. En, want dat deden ze wel, ze vonden me wel interessant. Maar puur omdat ik uit Amsterdam kwam en omdat ik dat nieuwe meisje was. Maar niet om wie ik echt was. En ik denk dat ik daardoor mensen wil meegeven van, kom erachter wie mensen echt zijn. Want we weten heel veel niet van elkaar, terwijl er heel veel moois valt te ontdekken. En hoe heb je dat dan vormgegeven in jouw educatieve programma? Hoe gaat dat in zijn werk? Ik vond het sowieso belangrijk dat het niet overkomt. Bijvoorbeeld als allereerste wil ik eigenlijk beginnen bij scholen. Omdat daar komt het wel een beetje vandaan, bedenk ik me nu ook wel. En dan lijkt het me wel fijn om niet zeg maar de kinderen het gevoel te geven dat ik daar kom en dat ze moeten luisteren. Maar dat ze echt het gevoel hebben van, ik wil dit echt horen. Dus ik wil er wel een soort spelelement in verwerken. Dat zit er ook al in. En echt wel communiceren met de mensen om me heen. Dus er zitten gewoon veel interactieve dingetjes in. Vragen, hoe ervaar jij dat?
En ook dus een spel waarbij je met elkaar in gesprek gaat om te zien, om erachter te komen of jouw vooroordeel echt zo kloppend is. En verder ga ik natuurlijk wel een beetje zingen en zo, want we moeten ook nog een beetje vermaken. Ja, prima. Nou, dat ga je straks ook weer voor ons doen. Daar verheugen we ons nu al op. Welke twee nummers ga je straks nog voor ons zingen? Straks ga ik nog een cover van Claudia de Breij zingen. Op mijn eigen manier mag ik dan bij jou. En daarna gaan. En dat is weer mijn eigen nummer. En die is dus te vrolijk om mee af te sluiten. En mag ik nog heel even zeggen waar mensen me kunnen vinden voor het initiatiefprogramma? Ja. Want ik zou het ook heel leuk vinden, wie weet komt het voor het eerst in Schiedam, aangezien ik het hier nu aankondig. Dus ja, mocht je me willen vinden, dan kan je me via Facebook de pagina L1 van 123 V vinden. Of via mijn boekingskantoor Bang Booking. Ja. Fantastisch. En wij gaan ook zorgen dat dat allemaal op Schiedpunt nu komt. Leuk. Waar ook de clips van jouw optredens later vandaag te vinden zijn. Echt? Oh, ja, echt. Ja. Wereldberoemd in heel Schiedam straks en ook ver daarbuiten. Ik kan zo niet meer naar buiten. Er staan nu al menigtes hier, hier voor de deur. Om de ramen te kloppen. Ja, precies. Liv, dankjewel. Graag. Ik had nog één andere laatste vraag voor je, want we zien iemand heel mooi piano spelen en we hebben zijn naam eigenlijk nog niet genoemd. Wie heb je meegenomen vandaag? Dat is Gosse. Gosse, wat is je achternaam? Bosma. 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 Ja, dat was een soort van stem van God die hier tot ons kwam. Ja, Gosse Bosma. Ja. Fantastisch, we gaan hem ook straks nog twee keer horen. Dankjewel. Ja.